Ik ben deeltijdstudent aan het Van Hal Lagerstein Hogeschool in Leeuwarden. En ik vind het heel leuk dat ik hier mijn presentatie kan houden van mijn idee. Mijn idee is niet alleen heel duurzaam, maar heeft ook meerdere voordelen. En ik heb mijn... Even kijken hoor. Spatiebal. Ik heb mijn... Oh ja, dit ben ik. Ik heb mijn idee genoemd van beerput naar waterput. Heel veel woningen, met name woningen die voor 1990 zijn gebouwd, die hebben nog een beerput of septic tank in de tuin die tegenwoordig niet meer wordt gebruikt. Nou, mijn idee is om die putten schoon te maken en aan te sluiten op de regenwaterafvoer van het dak. Nou, het water wat op die manier opgevangen kan worden, dat kan prima gebruikt worden voor bijvoorbeeld het wassen van de auto, het besproeien van de tuin, maar ook voor het doorspoelen van het toilet. Nou, het grote voordeel, die putten die liggen er al, dus die hoeven niet meer gegraven te worden en het kost bijna niets. Maar dat is nog niet het enige, want er is nog een heel groot voordeel bij. Water wat wordt opgevangen in een put, dat komt niet meer rechtstreeks in het riool terecht. Dat betekent, wanneer het heel erg hard regent en heel veel, dat rioolwaterzuiveringsinstallaties niet langer meer worden overbelast, omdat het water wordt opgevangen. Dat zou dus mogelijk een einde kunnen betekenen aan de rioolwateroverstorten. Nou, nog een kleine wetenswaardigheid. In Nederland valt ongeveer gemiddeld per jaar 800 mm regenwater. Dat betekent voor een gemiddeld dak van zeg maar 80 vierkante meter dat er 64 kubieke meter regenwater op terecht komt. Nou, zelfs als daar maar de helft van nuttig hergebruikt zou kunnen worden, dan betekent dat al een enorme waterbesparing. Nou, dat was mijn idee. Ik dank u voor uw aandacht. Even voor mij, hè. Ik heb geen idee, ik probeer een heel beeldend en visueel ingesteld. Hoeveel water kan in zo'n tank? Nou, dat hangt er een beetje vanaf, maar de grootte die kan een beetje variëren van zeg maar 1 kubieke meter tot 3 kubieke meter. Dat zijn de maten die gangbaar zijn. En wat gebeurt er als die tank vol zit met het overtollige water uit zo'n tank? Wordt het dan afgevoerd toch nog naar het riool? Ja, dan wordt het afgevoerd naar het oppervlaktewater. Oké. Want die aansluiting is er in principe al. Alleen die putten die worden tegenwoordig niet meer gebruikt. Omdat men gewoon op het rechtstreeks op de riolering zit aangesloten. Hoe kom je op dit idee? Nou, ik loop zelf al enkele jaren met het idee om dat bij mezelf te gaan toepassen. Want wij hebben ook zo'n put, dat is maar een kleintje, die is 1 kubieke meter. En daar hebben we in het verleden nog wel eens wat problemen mee gehad dat de boel verstopt zat. Ik heb toen zelf een keer een buis gegraven naar dat diepriool. Waar ik denk, nou die put die ligt er maar, van zou je er niet nuttig gebruik van kunnen maken? Nou, zo kwam ik eigenlijk op dat idee. En is het al ergens uitgevoerd? Of heb je het al geprobeerd ergens, een pilot of iets? Volgens mij is het nog nergens uitgevoerd. Ik weet wel dat er bedrijven zijn die het materiaal verkopen. Maar dan gaat het eigenlijk meer om kunststof, waterreservoirs die men kan ingraven onder een tuinpad of iets ergens, of in de tuin. Dus het idee bestaat wel, alleen het idee om daar een septic tank of weerput voor te gebruiken, dat bestaat nog niet. Ik ben het nog nergens tegengekomen. Dat is een goed idee. Nou, dus het luistert overal mee, dus dit idee gaat nu zelfs tot Japan. Nou, mooi toch. Werkt met septic tanks in Japan? Oh, ik zal het wel vertalen. Werkt men in Japan ook met een septic tank? Ja. En zou dit een goed idee zijn ook in Japan? Dat betekent ja. Hi, dankjewel. Rob, kom erbij. Kom er even bij. Ja, kom even bij. Want en dit mag ik u uitnodigen, want jullie krijgen natuurlijk ook sowieso de foto. Maar er is wel meer dan de foto, iets waar je nog heel veel aan hebt. Kijk, ik zal even de wethouder ondersteunen. Allereerst deze. Even kijken. Op Arjan en voor Rob. Kijk, staat er gewoon op ook.
Kijk, dan zal ik even vasthouden deze deel. De eerste prijs in de categorie studenten is, die gaat naar Arjan Zonneveld. Voor zijn prachtige oplossing om met een fruitensatelliet te gaan kijken hoe het water hier geregeld kan worden. En hoe je dus efficiënt kunt inspelen op de verwachte overstromingen. Van harte gefeliciteerd. Ja. En deze. Ja, en voor de tweede prijs in de categorie studenten gaat dan naar Rob den Boer. En wellicht dat deze prijs hem ook gaat helpen om in ieder geval in zijn eigen huis de eerste pilot aan te leggen. Het bedrag van 1000 euro bij deze. Rob den Boer en Arjan Zonneveld, kijk op de foto. Kijk, is dit erbij, Arjan? Erbij. Ja, schouder naar schouder, samenwerken, weet je wel. Juist. Applaus, dank u wel.